Goedendag, hier weer het Video Weekbericht. Het is wat laat, maar ik wou toch nog even een kleine terugblik uh, op 2018 doen. En wel omdat ik deze grafiek op Twitter tegenkwam. Uh, wat we hier zien zijn alle jaren. En aan de onderkant uh, ziet u de herziening van de winstbaar aandeel En op de staande ars uh, ziet u dus de performance. En uh, wat blijkt, dat dit eigenlijk toch wel een heel bijzonder jaar is geweest. Waarbij een positieve herziening... Uh, in de, voor de MSCI World heb gehad qua winsten, maar dat de koersen toch gestegen zijn in he, uh, over de hele wereld. En uh, dat is het enige jaar in deze hele dataset. Dus dat maakt het wel bijzonder, dat wou ik even met u delen. Verder valt op dat uh, de Verenigde Staten weliswaar nog steeds erg goed draaien, zeker op wereldwijde schaal. En de rest van de wereld lijkt het wat minder te doen. Amerika valt wel terug, maar niet zoveel. Maar toch is deze indicator, die is van Société Générale, heel duidelijk. Die kijkt naar de nieuwsflow en dan zie je dat steeds minder het woord met goede economisch nieuws naar voren komt. En dat is de rode lijn die u in deze grafiek ziet. En die daalt toch wel heel hard. En dat is een slecht teken. Het hoeft niet. We zien in 2008 ook dat hij de bodem had bereikt, maar dat alsnog de koers naar beneden ging. Dus er hoeft geen perfecte correlatie te zijn. Maar het is zeker een teken waar we op moeten letten. Dan de emerging markets. Ik hoor een, een aantal beleggers zeggen: van ja, we verwachten een beweging in de dollar. En dus moet je in de emerging markets. En dat ging voorheen bijna perfect op. Kijk naar de correlatie tussen de rode en de zwarte lijn. De rode lijn is de beweging van de dollar ten opzichte van een wereldwijd mandje. En die. Correlatie is bijna één op één. En opeens is de correlatie weg. Ja, dat maakt de beleggers soms moeilijk. En we zien nu dat het sinds het tweede half jaar eigenlijk geen correlatie meer is. Dan een mooi onderzoek: een maandelijks onderzoek van Merrill Lynch over in hoeverre wat beleggers allemaal aan het doen zijn. Um, als ze helemaal aan de ene kant op zijn, dan is het vaak beter om de andere kant op te kijken. Wat opvalt is dat ze eigenlijk niet meer in aandelen durven te beleggen. En dat is logisch als koersen dalen en dan worden ze bang en durven ze niet meer te beleggen. Dus de bovenste lijn, het percentage wat uh, overwogen in aandelen is. Maar de koersrelly die we de laatste tijd hebben gezien, gaat niet gepaard met een herstel van het uh, optimisme. En dat is een, een vreemd signaal. Sterker nog, aan de onderkant ziet u de cashpositie. Die is gewoon heel erg hoog. Het hoogste sinds januari 2009. Dus dat is een op opvallend signaal. Ik weet niet zo goed wat ik daaruit af moet leiden, maar wellicht dat die na de analyse nog komt. Dan gaan we de komende week de ZEB-index weer meemaken. We zien daar een klein herstel. De ZEB-index voor Duitsland is de rode lijn. Voor Europa is de zwarte lijn. Uh, Duitsland herstelt iets, dus dat is positief. Maar eigenlijk konden we dat in de koersen ook al zien. Uh, de beweging van de euro is de blauwe lijn. En eigenlijk ziet u dat de koersen hier net zo goed de economie of net zo goede economievoorspellers zijn, als die ZEB-indices. Dus ik zou zeker uh, alles bij elkaar nemen. Dan de agenda voor de komende week. De bedrijfsagenda staat weer helemaal vol. Uh, het is de laatste grote week voor kwartaalcijfers, uh, dus er is ook genoeg en de eerste roadshows komen allemaal, waarin al die uh, CEO's gaan uitleggen hoe de cijfers dan precies waren. En uh, we hebben een macroagenda op maandag is die zo goed als leeg. Uh, voor de rest wordt het wel een interessante. De Fed minutes komen natuurlijk, de ECB minutes, dus dan weten we waarom de centrale bank hebben gedaan wat ze hebben gedaan. Um, en natuurlijk de pmi flash wordt heel erg interessant. In, ik zei al net dat het lijkt alsof in Europa enige sprake is van stabilisatie. Deze cijfers zullen dat moeten bevestigen. En daarom zijn ze zo belangrijk. Ik wens jullie veel plezier met deze week. Veel succes. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken.